Ik zit hier samen met Rox en wij gaan een heerlijke game spelen, namelijk de Xbox Live Arcade Game Burger Time World Tour. Hamburgers, nom 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 nom. Hamburgers, ja, inderdaad, daar gaat het om. We zijn de trial aan het spelen, dus ik kan alleen even singleplayer doen. Excuses daarvoor, even kijken, wat hebben we? Een koksmutsje, ja, vind ik prima. Ik zou echt totaal niet weten waar dit over gaat. Ik startte de Xbox op vanochtend en toen stond dit er opeens. En ik weet echt niet wat ik moet verwachten van dit spel. Nee, ik heb ook geen idee. Bij informatie stond een platformer. Het ziet er in ieder geval vrolijk en grappig uit. Ah, het is 8 uur, hij wordt wakker. Dat is veel te vroeg, veel te vroeg. Hoe laat stond jij vanochtend op, Rox? Ja, hey, laten we het daar niet over hebben, want we hadden een feestje gisteravond van Uncharted. Oh, ja. Normaal ben ik vroeg mijn bed uit. Ja. Even kijken, nou. Hij doet zijn koksmuts op. Kijk eens, mooi paars haar. En staat hij buiten hoor. Super kok. Stoere bink. Zo, hey. Hij is wel een beetje homo hoor, paars haar. Ja, wat de fuck is dat? Frankfurter? Hé? Moeten we daar nu achteraan racen of zo? Ik heb geen flauw idee. Go? Go wat? Ja, ga maar lopen. Je kunt het trapje op, denk ik. Oh, ladder. Je moet zo. Het is een beetje een platform. Kan ik jou slaan? Ja. Hup, dan ben jij je knock-out. En dan kan ik zo springen of zo? Wat? Ja, je kunt die ladder weer op. Rechts. Kun je die ladder? Oh, ik denk dat het een springkussen of zo. Ah, peper. Of zoiets. Oh, wow, het valt allemaal uit elkaar. Hup. Ho, help. Oh, ik ben dood. Oh. Hè? En je veranderde in een hamburger. En boem. Oh, die gozertjes, die zijn brute hamburger dingen of zo. Wow. Volgens mij zijn het gewoon... Oei. Volgens mij zijn het gewoon wandelende worstjes, man. Dan hebben ze hun kop opgeplakt. Ja, want dit is echt bizar. Hup, ik wil gewoon omhoog en dan... Staat er hier zo'n hamburger-vent of zo, die loopt te fucken. Hé, er komt nog zo'n worstje. Oh, ik kan hier ook omhoog. Kijk. Ik red het gewoon, hoor. Kijk, oh, ik moet een hamburger precies maken. Oh! Het zijn van die hamburgers, dingen. En moeten zij daar dan tussen of zo? Of niet? Ja. Zo, plop. Dat zoiets is het inderdaad. Hé? Even kijken hoor. Je hebt nu 0. Kijk, want er staat rechts onderin een beeld dat je 0 van 1 hebt van die hamburger. Kijk, jij bent echt bezig met een hamburger. ik zit daarboven te. Ja, hup. Dat was even een fout. Oh, ik kan hem zo. Oh, hem kan ik zo duwen en dan. Kijk. Dan moet ik een peper op doen. Ja, oh, dat moet er ook op. Oh ja, maar dan gaan we. Ja, hallo Rob. Je weet toch wel hoe je een hamburger maakt. Het moet een beetje smaken. Ja, maar dat is allemaal lastig. Level complete. Hij was niet een hele goede hamburger. En we wisten ook niet wat de bedoeling was. Volgens mij zijn die gasten niet ketchup of zo? Oh, of tomaten. Dat zou vond kunnen. Ik het? Ik met mijn worstjes. Nou, ja. Ik weet niet wat voor worstjes jij op je hamburger hebt, maar... Weet ik veel. Er zitten bij mij meestal geen worstjes op. Maar, oké. Nou, next level. Ja. Zal ik die eens proberen? Ja, probeer jij die eens, Rox. Ik zal even jou de controller overhandigen. Dankjewel. En dan kun jij een heerlijke hamburger samenstellen. Ja. Ik heb nu al honger. Beetje peper erop en ketchup en gekke mannetjes. Oh, kijk, er moet een eitje bij. Dat lijkt op een ei. Oh, maar je moet dus via een platform moet je allemaal gerechten en zo samenstellen. Op zich wel een uniek idee. Ja, ik vind het wel heel grappig al. Go! Wow. Hamburger. Je moet er 2 maken, denk ik. Zie je? Oh, je kunt springen. Ja, kijk, dat heb ik meteen door, hè. Oh, kijk. Ja, jij bent onze platformer held natuurlijk. Hup, kaas erop. Hij zit ertussen hoor. Ja. Wat ben je aan het doen? Je moet naar boven. Je moet die hamburger maken. Ja, maar ik dacht... Oh, je moet een beetje... Ja. Ik moet toch die mannetjes ook ontwijken? Oh, je hebt hem nu... je kunt aanvallen met X of zo, hè. Dan kun je ze even wegduwen. Ja. Oh, oké. Nou. Maar je hebt de kaas en zo heb je er allemaal op. Deze. Dus je kunt nu... kijk, daar is allemaal... Er ligt allemaal shit aan. Zo. Ja, maar dat mannetje, dat moet hier tussen gaan lopen. Ja, maar dat gaat niet lukken. Oh, jawel. Nee. Dat gaat lukken. Ja. Oké, kom op. Nee, te laat. Jammer. Oh, sla hem neer. Hoe, met? Zie je? Zo, en dan is je eventjes buiten Westen. Oh, gezellig. Ze staan bij elkaar. Zo. Maar je moet je hamburger afmaken. Ja, dat snap ik, maar... Doe gewoon wat. Naar onder. Die mannetjes... Laat die mannetjes maar zitten. Misschien hoeven die er helemaal niet Maar ik moet hier ook wat maken. Oh, wow, dat ding sloeg je bijna in je hoofd eraf. Zo, en dan moet hier ook...
Kijk, misschien dat ze hierheen gelopen. Ik wacht even. Kom, poppetjes. Wat, hoe wil je... Ja, maar ze komen daar niet ja, heen. Kijk, oh, komen ze daar? Ja, maar ze komen omhoog. Oh, oh kut. Kuit. Weg, wegwezen. Oh, kut. Ja, hup, hamburger naar beneden. Nee, maar er moet, staat niemand hup. Onder. Ja, dat maakt niet uit. Uh-oh. Oh, ik faal echt heel hard. Jammer. Maar ja. Ik weet niet, hoeveel levens heb je eigenlijk? Volgens mij nog 2. Oh, je hebt ook nog tijd. Oh nee, of niet? Huh? Nee, dat is gewoon hoe snel je doet. Je hebt geen... Maar dat ei moet er ook tussen, denk ik. Dat weet ik niet. Volgens mij zijn het gewoon vijanden en hoeven die er niet tussen. Ik bedoel, ik heb nog nooit ketchup en hoedje op mijn hamburger gezien. Oh, ik dacht dat die vijanden er tussen moesten. Ja, hij zit er nu wel tussen, maar misschien krijg je extra punten dan of zo. Oh, ik moet gewoon die ingrediënten ertussen pleuren. Ja. Oh, dat had ik niet door, joh. Ik zit de hele tijd mijn best te doen om die poppetjes ertussen te drukken. Omdat jij net begon dat het ketchup was. Uh-oh. Dus ik denk, die ketchup die moet ertussen. Ja, je laatste leven is dit, hè? Ja, sorry. Ja, maar nu snap ik wat ik doe. Je kunt eerst deze gewoon maken. Zo. Ja. Ik begreep het verkeerd. Ja. Nee, je moet die afmaken. Eerst. Ja, maar ik moet toch die peper oppakken? Of moet dat er niet tussen? Oh, zo. Ja, dat misschien wel. Of nee, peper is als wapen, denk ik, tegen die gasten. Ah. Zie je? Oh, maar hier, dit bestek? Daar kun je ze mee slaan. Ah. Kijk. We krijgen het wel door. We krijgen het inderdaad door. Oh, wat een faal. Dit is je laatste leven, hè? Ja, dat riep je net ook al. Ja, maar toen stond er... Zo. Ja, deze die is af. Zo, yes. Ja, gecompleted. Nou, het duurt een eeuwigheid, maar dan heb je ook wat. Oh, faal. Oh, Rox, ben je slecht. Ik ben heel slecht. Oh, jee. Game over. Kut. Restart. Nou. Ga jij hem nog een keer doen? Ik ga... Ja, tuurlijk. Ik moet nu even snel. Bewijzen dat ja. ik het wel kan, hè? Okay. Ik weet nu dat die poppetjes er niet tussen hoeven. The Roaring 20 Burgers. Uh-oh. Nou, skip. We gaan gewoon meteen bam, de actie in. Meteen bam, 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 de actie in. Gewoon die poppetjes op ver knallen. Hoppakee, broodje erop. Oh, wegwezen. Ja, rennen. Maar. Deze erop. Ja, nu is hij dood ook. Oh, nou ja, het loopt, zie je, hij loopt gewoon door. Kaas erop. Die naar beneden. Hoppakee. Die erbij. Hoppakee. Sla ze neer. Oh. Die is af, wat een toch? Techniek. Nee, die moet je nog naar beneden duwen helemaal. Oh, nou, doe ik zo meteen. Ja, eerst deze maar. Alles op zijn tijd. Zo. Hup, spring, kreng. Hup. Ja, je moet meer naar... Ja, zo. Hup, en dan die. Zo. Weer een stukje naar beneden. Kijk, dit gaat heel soepel, hè, als ik al maar weet wat ik doen moet. Toe! Ja, je moet even... Ja, zo, ja. Kijk, die is af. Nou, gaan we daar weer terug. Hop, kijk eens, wat een souplesse. Nee, moet je hem eroverheen lopen gewoon. Oh, ik moet springen. Ja, je bent dood. Ik dacht, ik ga het gewoon even... Je bent een slechte kok, Rox. Oh. Als iemand zo lang over mijn hamburger zou doen, was ik al weg geweest, hoor. Nou, het is in ieder geval niet zo'n spel wat je op de Wii had. Een of ander kookspel, ik weet even niet meer hoe het heet. Wii kook? Nou, iets van... Nee. Volgens mij heeft het geen zin, je kunt ze niet doodmaken verder. Maar daar had je echt tijdsdruk. Moest je echt binnen bepaalde tijd serveren en... Cooking Mama. Ja, nee, niets anders. Oh, okay. Soort hij is af, yes. Nou, dat ging wel beter, hè? Ja, ging goed. Nou, wil jij nog een doen? Of, Er waren maar 2 levels, dacht ik. Oh. Dus dat maakt niet uit. Je hebt ook nog een multiplayer modus erin zitten. En daar kun je met 2 hamburgers bakken, denk ik. En dat kun je dan doen. Hij kost 800 Microsoft points. Dus dat is wel, hoeveel is dat, tientje? Ja, ongeveer 10 euro. Zoiets. En je kunt next level doen. Misschien zit er wel wat in. Probeer eens. Loading. Ja, dan zal het wel om tijdsdruk gaan of zo, als je dat met elkaar moet doen. Of tegen elkaar. Dat je de beste tijd moet neerzetten, dat soort dingen. Precies. Inderdaad. Oh, je hebt wel iets nieuws weer. Nou, wil jij die spelen? Oh ja, is goed. Ik bedoel, de fans van koken die... Wat is... Oh, is het een augurk natuurlijk? Natuurlijk, ja, natuurlijk. Jij snapt het meteen. Ja, nee, ik natuurlijk, ik ben expert hierin. Ik bedoel, oh shit. Hoppakee. We gaan gewoon hamburgertjes bakken hier hoor, zo. Allemaal naar beneden, hoppakee. Lelijke, kut augurk. Je hebt dus van die mensen die constant die augurken en zo van hamburgers afhalen. Dat vind ik altijd zo gek. Yes, burger completed. Oh, dat ging heel soepel. Oh, A is gewoon springen. Oh, die valt uit elkaar. Maar het valt me wel op, ik weet niet hoeveel levels het heeft, maar als je nu eenmaal weet wat je doen moet, is het best wel makkelijk. Mijn peper is op, dus ik kan niks meer aanvallen. Naar beneden. Oké, dat is toch een beetje uitdaging. Toch een beetje, ja. Ga eens even weg met je lelijke ketchuphoofd. Zo, ja, dank je. Hup, mee peper. Daar kaas komt die ketchup song vandaan. Echt, die mensen die hebben vroeger al dit spel gespeeld. Hup. Spatel. Zo. Oh, shit.
Je hebt wel het hamburgerbeeld daar in de achtergrond, zag je dat? Ja. Oh, episch bedacht allemaal. Maar ik wist niet dat augurken en ketchup zo eng konden zijn, dus... Ja, dat zijn nogal... Voortaan doe ik dat in mijn handtasje. Huppot, augurken, ketchup. En als ik dan iemand tegenkom, dan sla je gewoon neer. Dan sla je een augurk op zijn hoofd. Ja, dat dan bedoel ben ik. Je er vanaf. Ja, ik denk niet dat het gaat werken. Ik heb zo'n idee. Je hebt wel een hamburgerbeeld daar achterin, zie je? Ja. Dat is van, hoe heet dat beroemde beeld ook weer? Van het vrijheidsbeeld. Ja, die. Ja. Meer naar beneden. Hop. Mijn laatste hamburger. Zo, level complete. Oeh. Dat vond ik toch wel even een goed gebakken hamburger. Kijk eens aan. Yeah. Oké, nou ik denk dat we hier wel mee kunnen afsluiten. Dat we het idee hebben van wat hamburger, time, dinges, gamen. Hoe heet die eigenlijk? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we sluiten bij deze af. En je kunt hem nu halen voor 800 Microsoft Points.